Voetbal verloopt in cirkels. Sommige cirkels zijn klein, zoals een trainingsoefening. Inspelen, kaatsen, afwerken, doorlopen, inspelen, kaatsen, afwerken, doorlopen. Andere omvatten een half leven. Zoals dat van Frank Spermon, of zoals ik en met mij het halve gooi hem liever noemt, trainer. Ooit was trainer zelfspeler. In het blauw-wit-rood van BFC doorliep hij de jeugdrangen tot in het eerste waar hij jong moest stoppen. Trainer draaide nog wel, maar zijn enkel draaide niet meer mee. Trainer werd trainer, net als zijn vader. Of eigenlijk, hij was het al. Hij moest er alleen nog zelf achterkomen. Of je nu pupil was of senior, onder trainer trainde je hard en afwisselend. En werd nooit vergeten wat de reden is dat we voetballen. En voetballen kijken en over voetballen nadenken. Omdat het leuk is, het leukste. En omdat sommige dingen altijd weer terugkomen in cirkels. Zoals, als ik het even over mezelf mag hebben, dat seizoen dat trainer mijn trainer werd. In de E1 van BFC, zeg maar de onder 11 van toen. Hij leerde me hoe je een penalty neemt, lichaam over de bal, hoek kiezen, laag mikken en wat een scheidsrechter altijd heeft, gelijk. Hij leerde me hoe leuk het is om goed je best te doen en hoe goed het is om leuk te vinden wat je doet. Na Bussum leerden ze in Maarsen, Utrecht, Amsterdam, Blaricum, Hilversum, Huizen en Laren trainer kennen. En de trainer leerde onderweg wat hij leuk vond, waar hij goed in was. Welke clubs hem bevielen en met welke spelers hij het beste werkte. Hij leerde zichzelf kennen. Bij NVC ronde hij de cirkel van de familie Spermon. Ooit was zijn vader er trainer en nu hij. Hij gaf leiding aan het eerste en aan onder 11, want zo werkt dat met cirkels. Uiteindelijk keer je weer terug op een plek waar je alles bent geweest. En nu volgt het vertrek naar Linschoten. Nieuw seizoen, nieuwe club, nieuw district. Het is nog niet goed te zien welke het zal zijn, maar ergens daar ligt een cirkel te wachten om door onze trainer gerond te worden.